Ja, het is nu januari 2023. We zijn een beetje halverwege het proces van de herinrichting en we staan nu in de lege ruimte in het souterrain. Voorheen de ruimte waar we alle kaarten lieten zien. Wat in de nieuwe presentatie bouwen gaat heten, over scheefbouw, wat hier natuurlijk in Vlissingen heeft plaatsgevonden. En hier achter me komt een soort werkbank te staan waar kinderen eigenlijk aan schepen kunnen bouwen. Dus ze kunnen planken zagen, ze kunnen boren, ze kunnen knopen maken. Dus alles wat komt kijken bij het bouwen van een schip vind je in deze ruimte. Tegen de achterwand zou je ook Michiel de Ruiter terugvinden aan het beroemde touwslagenwiel. Dus dit wordt een hele mooie ruimte over scheepbouwen. Ja, we zijn nu in de ruimte uitvaren, waar we alles vertellen over navigatie in de 17e eeuw. En hier voor me komt eigenlijk een groot spel, navigatiespel met een groot stuurrad. En dan laten we eigenlijk aan bezoekers zien hoe het is om over de Westerschelde te varen. En alle gevaren die je tegenkomt met stromingen en stormen. Dus het lijkt me hartstikke mooi dat je dat zelf gaat ervaren. En hier op de achtergrond komt een prachtige grote tekening van een loods die aan boord stapt van een VOC-schip. Dus eigenlijk overal is wat te beleven in het nieuwe museum. We komen eigenlijk nu in de ruimte van wat in de nieuwe inrichting het kantoor van meneer Lamsins wordt. En het is eigenlijk nog een enorme kale ruimte, witte wanden. En ik weet al hoe het gaat worden. Want hier tegen de wand komt een goudbehang. Echt bijna overdreven zoals het was in die tijd. Heel rijk gedecoreerd, prachtig versierde kamer. En hier voor me komt het bureau van meneer Lamsins. En je schuift eigenlijk aan en je gaat een gesprek voeren met meneer Lamsins. En je kan hem allerlei vragen stellen. Hoe het leven in die tijd was, waarom hij zo rijk geworden is, waar hij in investeerde en hoe het was om in dit grote huis te wonen. Ja, eigenlijk is het hele museum nu geschilderd. Heel veel ruimtes hebben een prachtige kleur gekregen. Hier mooie rood. En dat is eigenlijk de kleur van kapen en oorlogvoeren. Dus een heel toepasselijke kleur. Ook de vloeren zijn allemaal gedaan. Prachtig in de lak gezet. Dus eigenlijk zijn we al een heel eind.